REST is een architectenbureau dat zijn praktijk van het ontwerpen van gebouwen heeft uitgebreid met een praktijk van het niet bouwen. Wat zij hiermee bedoelen, dat horen we van de oprichters. De praktijk van het niet bouwen begint bij de vraag waarom we zoveel bouwen wat we nodig hebben. Het is een vraag die we weinig stellen, maar heeft geleid tot het overaanbod van gebouwen in Vlaanderen. We denken veel te veel in aanbod en veel te weinig in wat we eigenlijk echt nodig hebben. En of dat ook zou kunnen georganiseerd worden in het aanbod wat we reeds hebben. Uit eerste onderzoek blijkt dat we 40% van onze gebouwen onderbenutten. En die onderbenutting, dat noemen wij zwijfruimte. En het activeren van die zwijfruimte, daar ligt voor ons een heel boeiende taak voor ontwerpers. In de eerste plaats proberen we met de opdrachtgevers hun projectdefinitie scherp te stellen om samen met hen te kijken welke ruimtelijke behoeften ze nu effectief nodig hebben. En dan, na die vraag, kunnen we trachten te kijken of we hun vraag ook kunnen opgelost krijgen binnen hun bestaand patrimonium. De zaal Harmonie hier in stad Antwerpen is een goed voorbeeld hoe je zwerfruimte kunt activeren. Wat vroeger een grote polyvalente ruimte was voor dans- en feestzaal, hebben we vandaag de dag kunnen herbestemmen tot een nieuwe polyvalente ruimte die in eerste instantie zal ingevuld worden als districtshuis. Maar we hebben dat op een zodanige manier herbestemd dat ze ook in de toekomst voor meerdere functies kan gebruikt worden.